Bert Huisjes heeft besloten zijn taken als omroepbaas van WNL per direct tijdelijk neer te leggen. Dit nieuws volgt op recente beschuldigingen van pestgedrag, kleinerende opmerkingen, intimidatie en zwangerschapsdiscriminatie, geuit door 25 oud-collega's en huidige werknemers van WNL. In een interne mail aan zijn medewerkers geeft Huisjes aan dat hij plaatsmaakt voor een onafhankelijk onderzoek naar de feiten en omstandigheden rond deze beschuldigingen. De kritiek op Huisjes en de initiële reactie van de Raad van Toezicht RVT van WNL hebben geleid tot veel commotie. De RVT prees huisjes en bagatelliseerde de kritiek... wat tot onvrede leidde bij zowel medewerkers als buitenstaanders. Fonds van Westerlo, een van de toezichthouders... vond het onbegrijpelijk dat medewerkers niet eerder aan de bel trokken... wat later leidde tot excuses van RVT-voorzitter Luc Hermans. Voormalig presentatrice Roos Mogré die eerder haar ervaringen met pestgedrag en discriminatie deelde, reageert op het nieuws met gemengde gevoelens. Ze noemt de situatie verdrietig en gunt niemand zo'n week, ook Huisjes niet. Margreet Spijker, presentatiecoach bij WNL, betwijfelt of het tijdelijke aftreden voldoende is en vreest dat Huisjes nog steeds invloed kan uitoefenen op de redactie. Merel Westrik, die eerder misstanden bij WNL aan het licht bracht, onthoudt zich van commentaar en laat het aan de huidige medewerkers over. Rachel Fransen, die na een conflict met Huisjes opstapte als eindredacteur bij Op 1, uit verbazing over het verzoek aan Ipsos om een nieuw tevredenheidsonderzoek. Ze noemt het een belediging naar de commissie van Rijn, die onlangs een rapport over de NPO uitbracht, waarin ook WNL werd behandeld. Herr, voormalig presentatrice van Goedemorgen Nederland, hoopt op verbetering bij WNL en ziet weinig in een nieuw onderzoek, gezien de duidelijkheid van het rapport van Rijn. Ze benadrukt dat het nu tijd is voor de omroep om de boel te professionaliseren.